Hallo, dag iedereen. Welkom bij dit nieuwe filmpje. Ik was een beetje geïnspireerd door de mooie layouts van Josephine Verhoeven. Ik zal de link naar haar YouTube-kanaal hier onderaan vermelden. Zij werkt heel veel in cirkels in het midden van het blad en ik wou dat ook eens proberen. Nu, jullie weten, ik heb graag dat mijn blad redelijk vol is. Dus het was wel een echte uitdaging, maar dat is eens leuk, jezelf uitdagen. Deze swirls wil ik in een cirkel stempelen. Ik ga ze embossen met Distress Glaze Speckled Egg. Hoe doe ik dat? Ik stempel eerst met Versamark de swirl, de stempel. En dan giet ik er het embossingpoeder over en verhit ik het poeder, eigenlijk de plastic korreltjes. Hetgene dat je mij nu zag gebruiken is een kussentje. Een antistatisch kussentje, want soms kan het zijn dat uw poeder ook naast je stempelafdruk op het papier blijft hangen. En door met dat kussentje vooraf over je papier te wrijven, gebeurt dat niet of toch veel minder. Mocht het er toch nog op hangen, kan je altijd met een penseel het overtollige poeder eraf doen. Met de packaging techniek breng ik de oxide inkt Kitsch Flamingo aan. Ik breng wat inkt aan op mijn glasplaat, spuit het nat en met een plasticje breng ik de inkt dus van de glasplaat over naar het papier. Als dit goed droog is, spetter ik met speckled egg, ook een distress oxide inkt, nog wat extra om die kleur van de swirls te laten terugkomen. Als je goed kijkt, zie je dat ik ondertussen gestikt heb. Ik heb een aantal cirkels gestikt over de swirls heen. Op camera zie je het niet zo goed, maar in het echt wel. Dit is Antic Linen Distress Stain, een spray is dat ook. Dat is een hele lichte kleur. Nu, het hangt er een beetje vanaf hoe vlug je het opneemt met de keukenrol of met een papier of gelijk wat. Of dat je het laat drogen. Ik heb er een aantal keer op gespetterd omdat ik steeds vond van je hebt er te veel kleur van afgenomen. Maar het is makkelijker om kleur bij te doen dan kleur weg te doen. Deze vlinders heb ik uitgesneden uit een vel papier van Amy Tangerine van de Brave and Bold collectie. En deze wil ik over die cirkel kleven. Je ziet dan inderdaad minder van je achtergrond, maar dat is, ja, dat valt veel voor met mixed media, dat je minder van je achtergrond ziet op het einde. Maar toch zijn het die details die er nog van onder komen piepen die het hem doen. De vlinders hang ik vast met 3D-foompjes. Deze hang ik onder de vleugels en op het lijfje, ja, ik denk dat dat wel lijfje noemt, breng ik wat tacky glue aan en zo krijg je wat 3D-effect. Dan lijkt het net of de vleugels zijn aan het fladderen. Je moet wel eventjes je vlinder op de pagina drukken tot wanneer de lijm droog is. Anders komt het lichaam altijd terug los. De foto mat ik op een aantal papiertjes.
Dit zijn ook papieren van de Brave and Bold collectie van Amy Tangerine. Rond de fotomatten trek ik een zwart lijntje met de lat en dan snuister ik in mijn die-cuts om een keer te zien wat past erbij, wat past er niet bij. Is meestal mijn werkwijze. Ik gooi alles op de pagina wat ik vind van dat past erbij en nadien kan je er nog van alles afhalen, zolang je het niet vastkleeft natuurlijk. Nogmaals mijn oude tikkers, die je al hebt gezien in vorige filmpjes, bovenhalen. En nu wil ik deze Love gebruiken. Ik weet juist nog niet waar. Je ziet me twijfelen, dan laat ik het even rusten. Bij de die-cuts zat er een witte bloem, die zie je hier. En die wil ik inkleuren, eigenlijk inverven met 3 kleuren oxide inkt. En die kleuren zijn Tattered Rose, Victorian Velvet en Kitsch Flamingo. Ik breng die aan op mijn glazen mat. Ik spuit ze eerst nat. Dan neem ik met een penseel de inkt op en breng het aan op de bloem. Op het einde spetter ik nog eens alles nat, zodat het net is of er waterdruppels in zitten. Dit is een Mika Mist of Stain, ik weet niet precies meer hoe je noemt, ook van Distress, van de Distress Line. Dat was een eenmalige uitgave. En die breng ik aan in het hartje van de bloem. En ik wou nog meer roze en daarmee breng ik nog wat Kitsch Flamingo Distress spray erop aan. Je kan zo blijven gaan, ik toch. Tot wanneer ik vind van, oh, nu heb ik de juiste kleur. Maar je ziet door het gebruik van verschillende tinten inkt, of je kan dat ook met verf doen, kan je wel wat diepte creëren in je embellishments. Ik ga nog op zoek achter meer bloemen op het stickervel. Hier is ook nog een bloem, maar ik weet ook nog niet waar ik die ga kleven. En daarmee ga ik met het antistatisch kussentje van daarnet bij het stempelen over de achterkant van die sticker en dan kleeft jij niet meer. Dan wordt het eigenlijk een die-cut die je nog kan verschuiven. Is heel handig als je nog niet weet waar precies hij moet komen. Dan moet je er natuurlijk wel lijm aan doen voor terug te kleven. Naast de tag zie je een die-cut roze cirkels. Dat is eentje dat ik in 2 heb geknipt. Dus links van de foto zie je een stuk en bovenaan de foto. Zo ja, krijg ik meer uit de die-cuts. Ik pons nog een reinforcer ringetje. Hoe noemt dat eigenlijk in het Nederlands? Een verstevigingsringetje. Voor in mijn tag en natuurlijk een koordje. Ook van deze fotoframe knip ik stukken zodanig dat ik het meer kan gebruiken. Ik
vind dat wel leuk als je die-cuts op meerdere plaatsen kan laten terugkomen. Wood veneer, ja, vroeger gebruikte ik dat meer, nu minder. Ik vond het wel leuk om sterretjes hier en daar op die cirkel te laten terugkomen. Dit is Distress Black Soot, dat ik verdun met water en waarmee ik spetter, dat klein beetje zwart laten terugkomen. En een van de grote uitzonderingen, ik ga met een lat een lijntje trekken rond mijn pagina. Dit zijn sequins of pailletjes, zoals wij ook noemen hier in België. En die kleef ik ook hier en daar op de cirkel. En we zijn er al. Dit zijn detailfoto's. Hier zie je nog beter de sterretjes, het stiksel en de pailletjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En tot de volgende keer. Dag!